Haar komst blijft niet onopgemerkt. Het eerste wat me opviel kwam binnen in dat agency in Jakarta of Elite Look. Dat kwam echt een vrouw. Gewoon echt zo, oké, gelijk een model. Als fysicist gelijk, oké, dit wordt spannend. Was een bepaald merk make-up? Ja, daar kwam ze wel eens voorbij op televisie. Model, fotomodel. Ja, je kan ze gek noemen. Ik denk alles wat ze aanraakt, dus zou je eigenlijk willen zeggen, wordt goud. Volgens mij was je echt overal te zien, hè? Op tv, op billboards, ja. In de bladen. Het was echt de tijd van de 90's, hè? De supermodels. Ik gebruikte ook niet je achternaam, het was gewoon echt Claudia. Mm-hmm. En Claudia in Jakarta, dat was een beetje wat Duitse Kroes is in Nederland. Nou, ze was in die tijd, toen ik met haar werkte, was ze echt bekend. Als je natuurlijk in Jakarta al op alle bushokjes hangt, ja, dan doe je het goed. Maar je zag haar ook wel eens op billboards verschijnen, bijvoorbeeld. Dan zit je in de file en dan kijk je gewoon een tijdje tegen Claudia aan. Je bent er erg bescheiden over, maar je had gewoon een sterrenstatus toen daar. Ja, het was een hele andere tijd, ja, inderdaad. Ja, als ik soms terug ben, dan denk ik ook zo van, wauw, dat was echt een heel ander leven. Ja. En daar ben ik ook wel heel dankbaar om. Claudia staat in Indonesië in de picture. Als model en zelfs als actrice in een grote speelfilm. En natuurlijk trekt dat ook mannen aan. In Indonesië, daar heb jij jouw eerste man ontmoet. Ja, klopt. Wie was hij? Ja, wie was hij?